moment vinden dat iemand straalt en in zijn kracht staat. En daar gaat deze hele tentoonstelling ook over. Tja, het is een beetje een druilerige maandagochtend. En we staan hier in de Diamantwijk in de buurt in Amsterdam. En ik krijg mijn opdrachten. Dag Saskia. Een bijzondere en ook enigszins beladen dag vandaag. Het is Wereldvluchtelingendag en foto-expositie Weer Toekomst wordt vanmiddag in Hilversum officieel geopend door prinses Beatrix. Jij gaat haar alvast voor. Oh, de opdrachten. Ontmoet Mosrads grote liefde. Leer de fijne kneepjes uit het fotografievak. En volg de koninklijke route. Mosrads, jouw grote liefde. Wat is jouw grote liefde? Mijn grote liefde naast mijn vrouw is de Amsterdamse school. Amsterdamse school, nou daar zitten we weer goed, hè? Ja, we zitten er goed. Ja, dat is de Diamantbuurt. Het is een buurt die gebouwd is in de Amsterdamse schoolstijl. Het is, zoals jullie al weten, een Amsterdamse school is bedoeld voor alle armsten in Amsterdam. En zo mooi, hè? Ja, het is nooit zoveel aandacht besteed aan de woningen voor mensen met lage inkomsten. Ja. Het was dus goed wonen was alleen voor de elite. En sindsdien woonde gewoon volk in Amsterdam ook in de paleizen. Ja. En jij geeft hier rondleidingen? Ik geef niet hier rondleidingen, maar in Spaardammerbuurt, zeg maar de Mekka van Amsterdamse school. Daar heb je dan Museum Het Schip. En dan zijn ook hele bijzondere kunstwerken daar. Het zijn heel veel details dat jij bijvoorbeeld... Ja, kijk, als je in een Amsterdamse schoolbuurt loopt, dan loop je in een museum. Dus je hoeft niet eigenlijk... Kijk, als je die straat ook inkijkt, ja. Zo mooi, hè? Het is, ja, kijk, het is ook, je ziet ook... Het heeft ook heel veel tijd gekost. Kijk, het is geen muur die recht is. Dus alles is schuin en dan je ziet allemaal de ritme, harmonie, contrast. Het is aandacht besteed over nagedacht, over de kleurkeuze, over de staatmeubilair en speeltuinen. Dus het is een complete kunstwerk die altijd door een groep kunstenaar werd uitgevoerd. Ja, het is vandaag Vluchtelingendag. Wat betekent die dag voor jou? Vluchtelingendag, het is eigenlijk in principe sinds de Syrische oorlog, het is al elke dag Vluchtelingendag. Je hoort het nieuws, ja. Je ziet heel veel, je leest en het is, ik denk dat het de laatste 2 jaar zijn er heel veel mensen hiermee bezig in vergelijking met jaren terug. Maar jij bent zelf ook vluchteling? Ja, ik ben ook vluchteling geweest. Ik ben in begin jaren 90 ben ik hier terechtgekomen. En waarom? Ik ben gevlucht uit Iran vanwege politieke geweld daar. Mm-hmm. En zo ben ik hier terechtgekomen. Op zoek naar veiligheid en vrijheid. En hoe was dat voor jou om hier te settelen? Ja, kijk, de eerste jaren was het zwaar. Heel veel trauma om te verwerken. En je komt ook in een totaal nieuwe samenleving. Ja, kijk, ik heb in Iran meegemaakt de eerste 10, 11, 12 jaar na de revolutie. Het was gewoon een hele gesloten land. En alleen maar ellende, oorlog. Dus je had de revolutie, daarna de oorlog. Vrienden die vrienden en kennissen die elke dag verdwenen. Of vanwege oorlog. Of ze worden geëxecuteerd of vluchten of onderduiken. Dus het was een zware jaar in de eerste 10, 12 jaar na de revolutie. En dan kom je hier terecht. Ja, het is in ieder geval veilig. Maar je moet van A beginnen. Dus alles leren. Ja. Alleen. Dan moet je leergierig zijn, dan is het, ja. Dat is, zo is het begonnen in mijn leven in Amsterdam. Ja.
Nu is er een foto-expositie, ja, van onder andere jou. Jij bent geportretteerd, ja, door de fotograaf. Je hebt de foto's nog helemaal niet gezien, hè? Nee, nee, ik heb niks gezien. Nee, ik hoor hier en daar dat ze heel mooi zijn, maar verder nee, heb ik nog niet gezien. Nee. Wij gaan snel kijken in Hilversum. Ja. Ja, en zo zijn we dan in één keer in Hilversum, voor Museum Hilversum. En wat gaaf, hè? Ja, het is mooi, je ziet er mooi uit. Dank je wel, Amme. Wat stoer om zo op een vlag... Ja. Jij bent een fotograaf? Ja, klopt, ja. Trots? Ja, het is heel bijzonder. Het is wat heel leuk is, want deze vlag heeft het museum zelf bedacht. En ik zie ze ook voor het eerst vandaag, dus het ziet er heel mooi uit. Heel mooi. De expositie, daar gaan we zo meteen naar kijken. Maar waarom deze expositie? Waarom heb je ervoor gekozen om vluchtelingen te portretteren? Nou, ik heb veel in het buitenland gewoond en gewerkt ook. En de laatste paar jaar ook in Istanbul. En toen zag ik al, ja, dat er heel veel vluchtelingen natuurlijk naar Turkije kwamen. En toen wist ik ook van, nou, als dit allemaal naar Europa gaat, dat wordt een enorme discussie in Europa. En dat is het ook geworden. Dus vorig jaar verhuisde ik naar Nederland en naar Hilversum ook. En het eerste wat ik dacht was van, nou, het zou belangrijk zijn om hier in ieder geval aandacht aan te besteden. Het onderwerp van vluchtelingen. En ook gewoon meer context te kunnen bieden aan het verhaal. Want het zijn vluchtelingen niet alleen maar van de afgelopen jaren. Maar er wonen hier al vluchtelingen al jaren. En al 10, 20, 15, 30 jaar dus. Dus dat was een idee. En het idee hebben we uitgewerkt. En dat zie je dus nu hier in de tentoonstelling in het museum. Ja. De tentoonstelling gaan we zo meteen naar kijken. Maar ik heb eerst nog even een opdracht. Want mijn tweede opdracht is: leer de fijne kneepjes uit het fotovak. Nou, je kan me natuurlijk 100 dingen, ja, leren. Maar we houden het eventjes eenvoudig. Ja, hoe begin jij? Nou, ik heb dit jaar ook nog een titel. Als ik er iets over mag zeggen. Fotograaf des vaderlands. Ja, dus ja, die vraag, ja, is heel vaak aan mij gesteld. Van, ja, maar wat maakt jouw beelden nou heel bijzonder bijzonder dan anderen? En nou, misschien is Nosrat wel een heel goed voorbeeld ook. Voordat wij gingen fotograferen, wat hebben we gedaan? Eigenlijk alleen maar met elkaar gesproken. Ja, ja. Dat is wat ik zei. Ik had geen programma van tevoren wat we gaan doen. Het was gewoon, wat mij opviel was, we waren aan het lopen en praten en tussendoor hoorde ik zo'n, ja, beetje. Ja, ja, ja. Dat was ook niet dat hij echt door de zoeker ging kijken. Toch? Ja. Dat was en wat doe jij met die informatie? Nou, je kan zomaar een foto maken en dan heb je de afbeelding van iemand. Maar als je iemand leert kennen, dan weet je ook steeds beter van wat voelt hij nu. En wat zijn uitdrukking en zijn houding. En dat zie je ook bijvoorbeeld hier. Hier zie je een soort trots. Hè? En Nosrat is een hele trotse man. Die vertelt over Amsterdam, over de Amsterdamse school. En dat zie je in dit beeld. Als je dat tussen al die foto's ziet. En je moet gaan kiezen van welke nou echt Nosrat is. Dat weet je pas als je iemand leert kennen. Ja. Dus dit is dan zeg maar Nosrat, naar mijn idee. Geweldig. Ja. Ja, wat mooi. Nou, ik mag ook een foto van je gaan maken. We hebben geen hele supersonische apparatuur. Dus we doen het gewoon met een simpel telefoontje. Wat zal ik doen? Nou ja, Nosrat kan heel goed kijken. Dus je moet hem gewoon zijn gang laten gaan. Ja. En dan op een gegeven moment zie je wel van, nou, dit is een goede. Nou, misschien wel leuk. Moet ik daar kijken? Ja, volgens mij moet je gewoon kijken naar de vlag. En dan wordt hij vanzelf wel trots. Ja, zeker. Ja. Ik ben alleen benieuwd wat die achtergrond is. Achter, ik moet er heel erg wat. Weet je wat ik ga doen? Jou eventjes de microfoon geven. Oh. Heel goed. Wat was de achtergrond? Nou, weet je nog, toen je aan het vertellen was over de wijk. Je ging op een gegeven moment op een verhoging staan. Oh ja, 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 dat was de Zaandammerplein waarschijnlijk, die grote speeltuin. Ja, ja. En op een gegeven moment was je gewoon ook aan het vertellen en jij gebruikt ook altijd die armen als, hè? Je, ja, bent een soort, ja, docent. Ja. 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 Nee, omdat de Amsterdamse school is ook bekend vanwege zijn speeltuinen. Ja. Ja. Nou, volgens mij, ik heb het een en ander gemaakt. Maar je ziet gelijk, hè? Als hij aan het praten is, dan ontspant hij. Weet je wat de ogen stralen? Ja, nou, en daar ben je naar op zoek. En dat doe je in gesprekken. En de ene keer, het is natuurlijk wat moeilijker met deze cameraatjes, maar daar gaat het gewoon om. Het moment vinden dat iemand straalt en in zijn kracht staat. En daar gaat deze hele tentoonstelling ook over. Ik ben heel erg benieuwd, maar iemand die volgens mij nog veel meer benieuwd is dan ben jij. Ja, ik heb alleen maar gehoord over de foto's.
van Ahmed en andere dingen. Maar ik ben echt benieuwd, dus ik heb alle vertrouwen in. We gaan naar binnen. Ja, en mijn derde opdracht is volg de koninklijke route. Nou, ik voel me al helemaal koninklijk. Ahmed, heb jij, ken je er? Persoonlijk? Nou, ik heb hem wel mogen ontmoeten, ja, al een paar keer. En, als je fotograaf, hoe noem je dat, fotograaf? Des Vaderlands. Het was niet voor de titel, maar wel voor andere ontmoetingen. Dus, en daarnaast ook Prins Willem-Alexander en Maxima een keer ontmoet. En maar hoe vind je dat? Is dat nu nog helemaal vandaag spannend voor je? Wat ik het allerspannendste vind, en mensen vragen dat ook aan mij, van ja, wat vind je dan, hè? Koningin Beatrix of Prinses Beatrix komt. Maar eigenlijk de ontmoeting en de reactie van alle mensen die ik gefotografeerd heb, dat vind ik nog spannender eigenlijk. Nou, dat gaan we nu meemaken. Ja. De reactie op de foto's. Maar even kijken, die kant. En voor jou wel de eerste keer, hè, voor Beatrix? Ja, ik heb, dat is de eerste keer. Ja. Ik vind het ook heel spannend. Nou, waar gaan we naartoe? Ja, we gaan naar links. Ik volg Nosrat, hè. Nosrat loopt natuurlijk al het klok mee, dus die kent alle mensen niet. Hij kent zichzelf wel. Je hangt er wel heel vaak, Nosrat. Ja. Maar hier is het. Ik zie het, dus je kan hem zo eentje. We gaan even Remco, die weet volgens mij. Ik loop even naar Remco toe. Remco? Ja, volgens mij mag je er eentje afscheuren. Maar we gaan even naar Remco, want die weet precies uit te leggen. Maar die is natuurlijk druk bezig. Iedereen is druk omdat Prinses Beatrix zo meteen komt. Hoi Remco. Hij komt aan. Hoi. Nosrat vroeg zich af wat nou de bedoeling is van. Ja, wat daar hangt, de foto's. Het is een kalender. Ja. En je kan eigenlijk zien, de hele kalendermuur hangt vol met 8 beelden van de geportretteerden. En je kan eigenlijk zien wie het langst in Nederland is. Dus dat is, Nosrat is het langste, dat mag duidelijk zijn, daar hangen de meeste beelden van. En zo bouwt dat eigenlijk af. En de mensen kunnen het er afscheuren? De mensen kunnen het zeker, die kunnen het er afscheuren, er ligt daar een mooi mapje. Dus ze kunnen eigenlijk een eigen kalender kunnen ze maken hier. En ook de verhalen natuurlijk mee naar huis nemen. Bijzonder. Zullen we er een afscheuren, Nosrat? Ja. Oh, er zit ook nog een verhaal erachter. Leuk. Oh, mooi, ik heb de ziel van Amsterdam gevonden. Dat is mijn verhaal. Wat mooi. Ja, zo is het ook. Ja, kijk eens. Dat is die waar we net vandaag waren. Laten we even kijken aan de diamant. Oh ja, de Amstel. En dan aan de andere kant. Ja. En dan hier is een rondleiding. Ik was een rondleiding aan het geven in de Zwaardammerbuurt, ook voor Amsterdamse school. Kijk. De rondleiding aan de mensen. En wat doe je hier? Hier hebben we een monument gemaakt voor de bootvluchtelingen. En hier, we zijn op verschillende locaties geweest. En dus de deelnemers mogen iets achterlaten. In dat geval is een. Een boot van papier dat ze daar op de locatie vouwen en dan kunnen ze die daarin ophangen. Dat is in Leiden. Bijzonder. Het verhaal achter de mensen is voor jou het belangrijkste volgens mij. Ja. Wat je hier ook al, wat Remco net zei, hè, deze wand laat eigenlijk in één keer zien hoeveel jaren mensen zoals Nosrat en Ekaterina, Victor, Fawad, iedereen hier gewoon al lang woont. En het afgelopen jaar heb je natuurlijk als het gaat om de aandacht in de media, gaat over wat er nu gebeurt. En ik vond het heel belangrijk om een meer historisch perspectief te laten zien. En het UAF staat daar ook voor. We zijn al niet de afgelopen 5 jaar bezig, we zijn al meer dan 40 jaar bezig. Dus het is niet iets van iets nieuws, het is iets van alle tijden. En dat is belangrijk om dat weer aan de aandacht te brengen. Je ziet alle mensen op de foto echt ook stralen en trots zijn in wat ze doen, hè? Ja, het is tenminste, dat is mijn indruk. Ja, wat ik net zei, iedereen staat in zijn kracht. Je kan mensen op verschillende manieren portretteren. Je kan ze, als je alleen maar beelden ziet van mensen die aankomen op bootjes. En je ziet alleen maar mensen die achter hekken en prikkeldraad zitten. Natuurlijk krijg je dan medelijden met ze. Mensen zitten in hun slechtste moment in hun leven, staan ze daar. En als je dat de hele tijd herhaalt, dan krijg je ook alleen maar dat beeld van ze. Dus ik wil dat niet ontkennen.
Dat is een werkelijkheid. Natuurlijk komen heel veel mensen op deze manier naar Europa en vluchten. Maar daarnaast heb je ook nog een ander verhaal. En dat is veel genuanceerder. Dat zijn mensen die we snappen. Dat zijn mensen die verjaardag vieren. Dat zijn mensen die na zoveel jaar genaturaliseerd worden, zoals Daniel Sahir. Die nu gewoon trots Nederlands is. En zegt ook van ja, het is fantastisch om het gevoel te hebben dat mensen voor je zorgen. Dat mensen aan je denken. Nou, dat is volgens mij het allerbelangrijkste om te laten zien. Prachtig. Nu al een prachtige tentoonstelling. We gaan straks even rustig alles bekijken. Dat kan de kijker thuis ook doen. Vanaf morgen tot en met 31 juli is deze expositie te bezichtigen. En wil je gratis naar deze expositie, dan kan je kaartjes voor het museum winnen als je even kijkt op onze Facebookpagina. En volg ons ook op Twitter en op Facebook. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Dag!